beste kunstminnende kijkers. Daar ben ik weer, Martine Martinali en Chris Pijnenburg, de vaste cameraman. Heel hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering over kunst. Op een memorabele dag vandaag, april 2018, 28 graden tot 30 graden. Het laatst gemeten was 24 graden in 1988, dus het is heel mooi weer. En we gaan een hele mooie, bijzondere aflevering maken bij Helma Kuipers. Zij is professioneel kunstenares en ze heeft haar opleiding afgerond op de Kunstacademie in Tilburg. En afgestudeerd in verschillende disciplines, fotografie, driedimensionale vormgeving en beeld en geluid. En haar thema is eenvoud en schoonheid van de natuur. Mooi, hè? Ik ga aanbellen. Hey, hallo! Hallo! Dag Helma! Hallo! Ik heb net mijn introotje gedaan voor jou, wat leuk! Dank je! Chris, de cameraman! Dag Chris, hi! Nou, fijn dat wij bij jou mogen komen. Ja, kom binnen. Geweldig! We zagen al mooie schilderijtjes buiten hangen aan de muur. Ja, dat zijn regentonnen. Regentonnen? Ja, geweest. Wat mooi! En toen was een project van Waterloo. Wat leuk! Ja. Nou, we gaan naar binnen. Het is overal te zien. Ja. Nou Helma, dan komen we bij jou op bezoek om eens jouw mooi werk te komen kijken. Oké. Want ik heb gelezen op de site en bomen in Oosterwijk. De bomenkunst? Ja, heb ik ook aan meegedaan. Ja. Jij werkt met natuur. Nou, goed. Dat was, daar was ik zo nieuwsgierig naar en zo benieuwd naar wat dat nou precies inhoudt. Okay. Want natuur is natuurlijk heel vergankelijk, hè? Ja, dat klopt. En hoe is het mogelijk dat jij kunst kunt maken van natuur? Ja, ik word gewoon gefascineerd. Ik raap iets op en dat vind ik ontzettend mooi. Ja. Ja, en dan ben ik verkocht. Dus zo gaat het in zijn werk. En ik ga door net zolang ik zin heb. En dan stop ik. Ja, en ja. Dan komt er iets uit. Ik zie hier op tafel verschillende mooie dingen liggen van de natuur. Mag ik hier aankomen? Ja. Wat is dit? Deze, er zijn bloemkens, die heb ik hier bij de buurvrouw, in de oprit liggen ze nu. En die veeg ik dan op. Oh, dat zijn zaadjes van een plant? Nee, bloemen. Bloemen? Kijk, en die bloemkens die rijg ik aan. Deze zijn net nieuw, van gisteren. Die zijn ouder. En ik heb daar nog hele donker hangen, want het beeld is er nog niet. Want dat beeld moet ontstaan, maar dat weet ik helemaal niet. Wat zijn er voor bloemen? Je kunt in de oprit kun je even kijken. Ja. Als je... We wilden wel even zien. Kunnen we eventjes kijken? Of straks? Maak een Maak er straks een close-upje van. Oké, goed. Want dan ben ik wel erg benieuwd. Dan zijn wel hele mooie bloemkes. En dat doe je met naald en draad? Ja, klopt. En die zit ik zo allemaal aan te rijgen. Net zolang dat ik zin heb. Als ik geen zin meer heb, dan stop ik. Maar wat ik oogst, moet ik verwerken. Het is monnikenwerk. Ja, klopt. Ja. Monnikenwerk. Ja, monnikenwerk, ja. En dit is al aangewegen? Ja, die zijn al een paar jaar oud. En die daar hangen, die worden helemaal donkerbruin. Die zijn nog ouder. Deze? Ja. Oh. Prachtig. En op een gegeven moment zullen ze wel verdwijnen. Maar dan heb ik ze toch nog even gesaved. Om te laten zien hoe mooi ze waren. Dus jij houdt de vergankelijkheid tegen? Ja. Hey. Ik geef het een tweede of een derde leven. Oh, dat is dat wel heel bijzonder. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Zou het hier ook een mooie gordijn van kunnen maken? Ja, of haar. Ja. Prachtig. Okay. Dus dit is het laatste en dan komt dit en dan komt dit. Ja, dus dit is er net nieuw. En hier heb ik dus al een regiment hangen. Want dat droogt helemaal in. Ja. En dat droogt in en dan moet je schuiven en dan kunnen er weer wat nieuwe aan. Ja. Dus dat... En hoe kom je op zo'n idee, Helma? Ik vind die bloemen zo mooi. En daar zaten gaatjes in, vanzelf. Dus ja, dan moet ik iets. Ja. Dus je gaat uit van wat je ziet of wat je tegenkomt en dan gebruik je. Ja, en dat fascineert me dan. En dan, dan gaat het los. Ja. Ik zie hier achter jou een heel mooi werk. Ja, dat is, het is nog niet klaar. Want het heeft in het bos op de grond gelegen met zand erover. En nu heb ik het aan de muur, maar dan moeten nog latten omheen.
Maar, dat is wel heel mooi. Ja, de inhoud is gemalen bloemen. Dus er zijn dus bloemen die ik gedroogd heb. En toen heb ik die met een vijzel gemalen. Ik was aan het zoeken naar een kleurtje in de bloemen die houdbaar was. En die dieprode, dat is houdbaar. Dus daar kan ik misschien een soort verf voor mezelf van gaan maken. Dit zijn allemaal verschillende bloemen? Ja. Ja. En die heb je geplukt? Gedroogd en gemalen. Ja. En dit heeft in Hezen gelegen. In het bos, buiten. Ja. En dan aan de zijkant helemaal het zand eroverheen. En het was, ja. 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 En weet jij ook hoe de bloemen heten? Ik kan ze zo niet allemaal noemen, maar die dieprode wel. Deze? Die dieprode. Deze zo? Deze. Ah ja, dat zijn deze. Dit zijn rode rozen. En oh, dat goed, mijn geheimen. Oh, want daar moet ik nog iets mee. Ja. Geheim van de smid, wil ze niet vertellen. Nee. Er zitten allemaal dekseltjes voor? Ja, daar zijn van die sambalpootjes. Ja, want het moest buiten liggen, hè. Het moest buiten liggen, dus dan moet je iets... En hoe zoek jij die bloemen uit? Oh, die rozen kunnen het eigenlijk ook zijn. Okay. Die laat ik uitdrogen en dan... Ja. Dus zo'n boeketje waar hier staat, dat kun je ook eventueel gebruiken? Ja. En dat doe je ook? Ik heb hier even genoeg van. Ja. Dat is af. Ik kan me voorstellen. Dat is af, ja. Geweldig. Ja. En hier hangen prachtige werken. Ik zet deze stoel een beetje opzij. Dan kunnen we misschien heel goed ervoor kijken. Jongen. Allemaal de natuur, hè? Ja, dat is dat zuring. Gedroogd. Ja. En ook gestampt. Nee, geoogst gewoon. De zaadjes, de zaadjes van de zuring. Wat mooi. En dit? En dat is dan de populier. En daar heb ik van die pluizen heb ik soort papier geschept. Maar ja. Die waaien altijd op een gegeven moment. Klopt. Daar hebben mensen last van. Ja, hè? En die ben ik dan op aan het drapen. En ja, goed. En die verzamel je dan? Ja. Als ik zie dat het heel veel is, dan vind ik dat ik er een beetje van iets mag pakken. Iets van moet maken. Ja. Iets van mag ik doe pakken. Daar niemand geen kwaad mee, dus er is genoeg. Ja. Ja, zo werkt dat. Dus jij houdt de vergankelijkheid een stukje tegen. Ja. Door ja. een heel mooi kunstwerk van te maken. Ja, net hoe het komt, ja. Geweldig. Ja. Geweldig. En dit? Ja, die zijn een beetje dat naar beneden gevallen, maar er zijn doornen van rozen. Doornen. Ja, doornen. Ja. Dus je bent altijd bezig met de natuur? Ja, vaak wel. En is er iets van jongs af aan? Ja, ik denk het. Ja? Ik heb mijn oma heel veel in de tuin geholpen. Ja. Oké. Daar is de inspiratie geweest en de fascinatie om met natuur te gaan werken. Ik denk het. Ik denk dat ik daar gehaald heb. Ach, wel mooi. Plus die eenvoud. Ja. Ja. Iedereen kan het. Ja. Alleen je moet de eerste zijn. Dat is nou, niet iedereen kan het, want het gaat ook over het idee, hè? Ja, ja. De fantasie. Maar zo simpel bedoel ik. Is het aanrijgen van bloemkes. En... Ja, oké. Okay. Ja. Maar daar zit wel een gedachte achter, hè? Om ja, iets moois van te maken. Hè? Ja. En dat is de kunst. En dit? Dat is één maaltijd keeltjes. En ik was toen papier aan het scheppen. Ik denk, een pan stampot van die keeltjes. Dat is dit velletje. Dus dat komt meer vanuit Afrika. Keeltjes van die groene. Dat zijn groenten, hè? Ja. Keeltjes zijn groenten, ja. Hè? Ja. En is dit een... Voor één pan. Voor vier personen. En zo al gedroogd? Ja. Wat mooi. Papier geschept en gedroogd, ja. Och, wat mooi. Ja, en daarboven, ja, die ene is er afgevallen, maar dat is een versteende aardappel. En er waren eigenlijk twee oogjes. En daaronder die danseresjes, maar daar zijn ook distels. Van die kleine roze distels. Dat zijn net dansende poppetjes. Ja, dat zie ik. Ze hebben een hoedje op. Ja. En hoe kom je aan een versteende aardappel? Ja, gewoon in de kelder laten liggen. 100 jaar. Nee, een hele tijd. Ja, klopt. Keihard, en, dan, ja. En dan versteent hij mezelf? Ja. Ik dacht, dat moet een miljoen jaar oud zijn, maar dat is dus niet. Oh, nee, goed, hij gaat vanzelf keihard worden. Bij mij schieten ze uit. Ja, en dan haal je eraf. En je laat hem weer liggen. Ja. En dan versteent hij? Echt waar?
Dat is keihard, ja. En dan gaat het niet schimmelen? Nee. Dat is alleen die ene is er afgevallen. Dat is, ja, komt nog wel goed. En dit? Dit is ook wel iets heel bijzonders. Ja. Dit is de distel. Ik heb er wel een foto van. Om even te laten zien. Even pakken. Oh, hier. Ja, hier. Oh, die distel. Dit is de distel. Dat is een wilde plant, hè? Ja. En die groeide hier in de tuin. Ja. Yeah. Maar ik vond die binnenkant zo mooi. Die was zo zacht en de buitenkant is zo stekelig. En dit zit aan de binnenkant? Ja, dat zijn die pluizen. En die pluizen heb jij gebruikt om daar werk te maken? Die pluizen, die heb ik dus met water en zeep aan elkaar gevuld. Gevuld. En dat kan eigenlijk niet met plantaardig materiaal, maar dat is me wel gelukt. Ja, zo vult ik mijn wol. Ja. Met water en zeep. Goh, dat heb je zelf uitgedacht? Ja, en de zeep ook, want het is natuurlijk aparte zeep. Olijfzeep. Is dat olijfzeep? Ja, dat is, ja. En die pluisjes, heb je die één voor één neergelegd? Je oogst die hier in de tuin. Dan probeer je hem goed te houden. Dat lukt het eerste jaar niet en het tweede jaar ook niet. Maar de eerste keer schimmelt hij en de andere keer daar. Toen had ik iedere keer moet je een jaar wachten. Toen had ik uitgevonden hoe ik ze goed kon houden. En toen kwam ik in Eindhoven bij het vliegveld. Kwam ik langs en daar stond een heel veld vol. En toen kon ik oogsten. Maar nu is het een hek ervoor, dan kun je daar niet meer naartoe. Oké. En toen heb ik heel veel geoogst. En toen kwam het project Rose Garden. En toen denk ik, hé, dit materiaal ga ik nu gebruiken. En, ja. En dit zijn ook van die pluizen? Ja, dat is... En daar heb je die spiraal van gemaakt. En dit is... Zo doen. Oh, prachtig. Laat het maar zien. Zo. Prachtig. Is toch eigenlijk, natuur is toch ook kunst. Dit is mooi, ja. Kunst is natuur. En de boeren moeten deze plant maaien. Dus er is niet zo makkelijk aan te komen. Want? Als de boeren daar niet maaien? Ja, die verspreidt zich. Oh, dan staat er veel, volgend jaar tien keer zoveel. Ja, en toen heeft hij zo als een groeispiraal in het project Roos Garden gelegen in Den Bosch. In het kruidhuis, hè? Ja, het kruidhuis. En daar heb jij ook... Die duimpootjes, ja. Ja, heb je die ook nog ergens liggen? Ja, die heb ik dozen vol in mijn atelier. En waar is je atelier? Achter. Oh, daar gaan we naartoe. Ja. Kijk, hier staan die duimpootjes. Kijk, hier zie je hem nog mooier liggen. Hier staan prachtig. Oh ja, en deze. Die hebben rond de boom gestaan hier in Oosterwijk. Die schotjes, die moet je dadelijk... Daar had jij overal tekeningen op gemaakt, hè? Ja, dat is de dennenappel. Er zijn zaadjes uit een dennenappel? Ja, die schubkers van die dennenappel. Kunnen we die ook zien? Nou, daar ben ik erg nieuwsgierig naar. Ja, oké. De dennenappel, wil je? Oké. Dan gaan we even naar jouw atelier. Oké. Het is hier even een beetje warm. Ja. En dan ga ik met die beschadiging mee de krasjes ingeven. Het zijn niet de zaadjes, het zijn de schubben. Het zijn de schubben. Ah, ik dacht de zaadjes. En dan heb ik hier gaatjes ingeboord. En dit bekrast. Ja. Oh, ja. Kijk dan, wat mooi. Dus de schubben, die heb je gebruikt voor een kunstwerk. Ja, ja. Ik loop even mee. Wandel eens, hè. Daar zijn dus die schubjes van die dennenappel. En die zag ik dus op de grond liggen. En die waren beschadigd. En toen heb ik met die beschadiging nog wat erbij gekrast. Met een pennetje of met een mesje? Met een dremel. Een dremel? Eerst heb ik met een spijker, maar toen... Ja, een klein dremeltje. En overal ontstonden gezichtjes. Oh, het is... Afrikaanse kunst. En ja, ik dacht het. Ja. Maar mensen die kijken, die zeggen, ik zie de Indianen. Ik zie dat, ik zie dat. En dat vind ik zo mooi. En die heb je één voor één met een spijkertje erop getimmerd? Ja, en gaatjes geboord. Hoeveel zitten er? Dit zijn er denk ik 1600. 1600? Ja. Oh, ja.
Monnikenwerk, hoezo? Ja, iedere keer die hoeveelheid, ja. Ja, ach, wel mooi. En al die kopjes, ach, wel leuk. Wat bijzonder. Zonder dat je daar een stuk hout voor hebt staan. Ja. Kan ja. Natuurlijk niet... Hoe kom je op het idee? Waar is jouw inspiratie geweest? Dat gebeurt. Die dennenappel die hing aan een fietshok. Een paar jaar. Ja. En toen was ik de fietshok aan het vegen. En dan lagen die schubjes. Met die twee kleuren. Want het zijn gewoon de natuurlijke kleuren. Ik heb niks toegevoegd. Alleen gekrast. En dat vond ik heel bijzonder. Maar het idee komt wel uit jouw brein en uit jouw fantasie. Ja, dat klopt. Nou, dat is de kunst. Prachtig. Geweldig. Ja, ik weet niet wat het is. Het is een... Ik raap erop en ik moet dat doen. Het is een... Ja, mooi. Ja. Ik zie hier ook nog... wat zijn dat van de eikeltjes hier? Ja, er waren tweelingen. Dus die kon ik heel mooi aan elkaar maken. Ja. Maar die heb ik ook nog niet. Ja, ik heb daar kleine gordijntjes. Oh ja. Maar, op het moment zit ik nou binnen, maar ik heb hier veel tijd doorgebracht. Wel een heel leuk ateliertje, hè? Ja, oh, en daar heel ben ik leuk. Ook nog allemaal met... Als ik iets vind aan bloemen, waar ik iets mee kan, dan... Maar dan moet er ook 100 worden, maar zover ben ik nog niet. 100? Wat moet er 100 worden? Die cd-hoesjes. Oh, wijs even aan, want ik weet niet goed wat jij bedoelt. Oh, nou zie ik het, hier. Ja. Deze, die vind ik dan in de tuin en die zeef ik dan maar even. Dit zijn veertjes. Maar er zijn er nog niet genoeg. Ik moet veelheid hebben. Ik moet er 100 hebben. Hè? Zo. 100 verschillende? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Misschien wel 200. Dat, Wat mooi. Ja. Ja. Ik zie dat er een hoe moet ik het zeggen? Een steeds terugkomend... De spiraal zit er heel vaak in. Ja, ook. Maar ook de hoeveelheid iedere keer. Ja. Heel veel. Ja, moet heel veel zijn, ja. Klopt. Mooi. En er zijn allemaal verschillende bloemen die je daar hebt hangen. Waar is die cirkel? Kan er afhalen? Ja, ik kan er wel afhalen. Nee, eentje hoeft er maar af, die cirkel. Dan gingen we alles dadelijk allemaal naar beneden op te halen. Nee, niet om. Oh ja. Dat is ook een idee om dat in een cd-hoesje te doen. Wat grappig. Dat is van een paardenbloem, denk ik. Dacht het wel, ja. Mooi, hè? Dat is echt mooi. En dan is het de vraag, blijft het goed? Ja, deze is zo'n springding. Springding? Die klapt dan open en dan springt hij weg. Dus die heb ik aangeraakt toen ik hem eronder leg. Hoe heet die ook alweer? Dat is, ja. Balsamine? Nou. Die balsaminen die springen open als zaadjes. Zijn roze bloempjes. Ja. Ja. En ze ruiken heel zoetig zo. Mm. Als je die in de tuin hebt, ben je ze ook niet meer kwijt. Nee, kunnen ze niet meer kwijt. Hè. En die groeien bij mensen die springerig zijn. Oh, is dat zo? Dus men het zijn stof vol. Echt waar, balsaminen. Krijgen ze niet meer kwijt. Oh, je wilde... Mag ik hier eens in kijken? Oh ja, daar ben ik nog mee bezig. Want die schubjes die hebben buiten gestaan. En dan zijn ze op een gegeven moment zijn ze niet meer goed. En die heb ik dus die bovenste dingetjes afgeknipt. Want dan moet weer een ketting of ik weet het niet. Daar kan ik weer iets mee. Getuigt ook wel van doorzettingsvermogen. Hè? Dus dit is het derde. Dus eerst een schubje laat ik bestaan. En dan nog zo'n dingetje. Geweldig. Waar je toch mooie dingen kunt maken van de natuur, hè? Het is gewoon oprapen, hè? En kost... Ja, dit. Dat zijn duimpootjes. Een duimpootje, dat is de oudste keramiektechniek. Dan draaide men een bolletje. En met de duim ging men daar een pootje van vormen. Wat heb ik gedaan? Een bolletje gedraaid. Mijn duim erin. En. Dus als je... Dit zijn er 5... Maar als je zo 3000 bij elkaar ziet staan... Komt ze weer aan met de hoeveelheden? Als je die 3000 bij elkaar hebt staan, dan zie je weer iets heel anders. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Er kwamen mensen langs die zeggen, hey, dit zijn pijpenkoppen. Ja. Een ander zegt, dit zijn regendruppels. Weer een ander, hey, het is net hoe ik mijn plantje in de grond doe. Alleen de aarde staat er bovenop. En had jij hier iets in gedaan? Nee, alleen mijn duim.
Ja, ja. En vastgeplakt. Of allemaal los? Gewoon, ja. Eerst een draadwerk uitzetten. Want deze mogen niet slordig naast elkaar staan. Die moeten exact goed staan. Ja, ja. Ja. En dat was een heel project. Dat was een heel werk, ja. Daar heb je ook een foto van. Daar heb ik ook foto's van. Oké, kijk er dadelijk even naar. Mooi. Zijn hier nog heel bijzonderheden? Waar heb je daar staan? Ik ben heel nieuwsgierig. Maar, het zijn wieldoppen. Of wieldoppen? Dat zijn wieldoppen. En? Die ik geschilderd heb, die heb ik toen ook aan de boom gehad. Oh. Maar dit, dat lijkt gewoon, vind ik, op een schildpad. Dat idee heb ik dan. Gevonden in de natuur. Voor elke wieldop ben ik uitgestapt, ja. Oh. Klopt. Gevonden in de natuur. Oh. En dit is gelijk een monstrans of zo. Waar geweldig. Dat is... En dit is de binnenkant van de wieldop. Ja. Die zie je normaal niet. Ja. En die heb je beschilderd. En ik was gefascineerd door die mooie vormen. En op een gegeven moment denk ik, nou haal die vorm er eens uit. En toen heb ik mijn 4 kleuren. Zwart, wit, geel en rood zijn die aardtinten. Ja. Heb ik geprobeerd die vorm eruit te krijgen. En de achterkant? Oh, die was hier minder interessant. Volkswagen. Ja. Wat mooi zeg. Wieldoppen. En daar ga je nog iets heel groots van maken. Die heb je in de boom gehangen. Oh. En ja, die kunnen... in Oosterwijk, in het natuurtheater, daar staat ook nog een boom van mij. Met wieldoppen. Ja? Ja. Oh, dan ga ik toch eens kijken. Mooi. Ja. Oké. Okay. Nou, je hebt nog... Dit heb je ook gevonden materiaal? Ja? Ja, maar dat is plastic. Ja, dat zie ik. Toen zat ik mijn hernia, dus ik kon niks. Je hebt een tas gemaakt van plastic vestjes. Ja, hè? Ja. Leuk. We gaan even kijken nog naar die foto van al die duimpotjes. Oké. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Zeg het eens. Dat is een bal. Van een kilometer opgerolde, gevloegde biezen. Allemaal gevonden? Allemaal geknipt? Geknipt en zitten vlechten. En toen heb ik ze opgerold. Eerst hebben ze in strengen gehangen. Want ik moest vroeger voor mijn moeder altijd die strenge wol ophouden. Yeah. En nu heb ik ze opgerold tot een bol. Ah. Wel sterk, hè? Dus heel sterk, ja. En nou is het een... Ja, gewoon kunstwerk. Ja. Mooi hoor. Ja, ik moet het presenteren, maar ja. En dit zijn allemaal nog blaadjes, die liggen te drogen? Och, die liggen te drogen. En dit een droomvervanger moeten worden. Van materialen uit mijn tuin. En dit is? Dus, dat is van die pluizen gras. Oh, wat mooi. En prachtig. Dat is een plant die blijft ook goed. Mooi hoor. Dus, De natuur. Ja. Maar goed. Ja. En hier, ik zie hier een jas. Oei. En een jas. Nou ja zeg. Dit is een jas van? Van die pluimen die daar staan. Ah. En die is heel... een soort cape. Ja, een mantel. Kijk nou toch. Ik heb er een stuk of 4 of zo gemaakt, want die gaat ook, die kun je maar 3 jaar dragen. En dan pluist die uit. Dragen mensen dit? Ik, ja. In de modeshow of... Echt waar? Ik heb daar ook een performance mee gedaan. Dat was in Den Haag. En er stond daar in de tuin een rieten dak. En dat waren eigenlijk de stengels van die ik eraf geknipt had. Dus ik heb de plant weer... bij elkaar gebracht, de stengels bij de pluizen. Teruggegeven. Aan de... Maar die heb je nou niet meer hier? Die is nou... Deze, maar die is heel erg bruin. Die hangt hier bijna weg. Die valt bijna uit elkaar. Oh, die hangt hier aan de muur? Valt bijna uit elkaar. Dan wil ik nog kijken even. Goh. Maar nou hadden we het over die potjes, hè? Dat is ook een kunst gemaakt. Geweldig. Dat was het hoofd. Duimpotjes deze. Oh ja. Want daar heb je mee geëxposeerd in het kruidhuis. Ook in het kruidhuis, ja. Dat is ook bijzonder. En in Den Haag. En
Ja, je bent echt wel overal aan het exposeren geweest, hè? Heel veel steden en plaatsen, hè? Ja, ze zullen mij vragen of ik meedoe dan. Ja, het is ook wel heel bijzonder, hoor. Ja. Dit zijn dan de krokus. Ja. Dit is de krokus. Altijd het eerste wat je ziet is die krokus. Ja. Dan denk ik, ah, we gaan weer de goede kant op. Ja. Dus toen schilderen doe ik niet. Ik heb met een schilmesje de echte krokus op papier gesmeerd. Maar zoals je ziet, blijft de kleur niet. Die verdwijnt. Ja, 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 ja. Dus ik dacht, dat doe ik nog een keer opnieuw. 2 jaar later. Dus ik aan de gang, maar die krokus was misschien nog half bevroren of... En het blubberde van mijn papier af. Hele middag zitten werken. Ik denk, dit kan niet waar zijn. Dat kan niet. Maar ja, je mag ook nooit 2 keer hetzelfde doen. Dat gaat niet. Dus toen heb ik daar wel gefotografeerd. En daar is dat vijfluik uitgekomen. Vijfluik. Dit zijn dus uitgesmeerde krokussen op papier. Ah. Maar het is... Ja, heel mooi. Het is een landschap geworden. Ja. Het is wel een heel mooi geworden qua kleur. Dat zijn de natuurtinten. Ja. Dat is, Want fotografie is ook een van jouw disciplines, hè? Ja, waar klopt. Je in afgestudeerd bent op de academie. Klopt. Maar dit is wel heel mooi geworden. Het zijn eigenlijk maar 2 foto's die ik gespiegeld heb. Ja, dat zie ik, ja. En de originele kleuren van een krokus die net boven de grond komt. Dit is een paarse krokus. Uitgesmeerd op papier. Ja. Wonderlijk. Met schilmesje, ja. Ja, wonderlijk. Heel mooi. Heel apart. Ja, dat is ook wel de moeite waard om dat even te vertellen. Ja, dat is. Nog iets heel speciaals vergeten? Want we hebben alleen maar speciale dingen verteld, hè? Nee. Dus... Zullen we dan hierbij afsluiten? Ja, knikt Chris. Okay. Chris houdt altijd tijd in de gaten. Okay. Nou, Helma, ik wil jou heel hartelijk bedanken. Okay, dank je wel. Ik vond het wonderlijk en fascinerend en inspirerend. En kunst maken van de natuur vind ik toch wel heel erg mooi. Okay. Eenvoud. En de schoonheid van de natuur. Ja, oké. Dank je wel. Mooi. Ik ben blij dankjewel, dat je genoten. Dank je wel. Okay. Beste kijkers, ik hoop dat jullie ook genoten hebben. Dit was echt de moeite waard. Kijk nu eens met andere ogen naar de natuur. Dank je wel voor het kijken en tot de volgende keer.